dat gaat niet, je moet wel hierin praten. Dat ging een beetje. We hebben hier gewoon spuiten en eten. Een paar zo op de bij zetten. Eerst even medicijnen geven. En gewoon moet je eten geven en bonnetjes. Ik ben er dus pas achter gekomen met Bella toen dat je dit kan draaien. Tot waar het moet. Dus dan is je paard 300 kilo, dan kan je zo en dan spuit het 300 kilo. Niet dat we het nodig hebben met gewoon dat niet helemaal. Maar wel grappig om te weten. Ja, schrap mee, rustig aan. Nou, ben je er klaar voor? Ja hoor. Nou, veel plezier. Dank u. Lieve van. En dan zit je straks. Dat is goed. Doe je kaars? Nee. Waar is die? Oh, dat weet ik niet. Ik denk in mijn poets. Tas. Nou, Blondie, daar gaan we weer. Nu wel naar links toe. Kijk, wauw. Oké, Blondie, we beginnen met 100. Deze keer de goede. De goede weg volgen, ja? Gaan we dat doen? De goede. The right side. Have you had it all? Nobody to call. Maybe they you lonely. Have you had it all? Nobody to call. Maybe they you know me. Welkom. Hele mooie intro. Het is vandaag dinsdag en ik ben alleen op buitenrit alweer. Oh, mijn ogen worden echt heel klein van deze GoPro. Kijk, zat hij nou aan? Nee toch? Oh, hij vond het naar boven. Nee. Oh. Ik weet dus niet of Blondie goed loopt, want I don't know. Dus ik ga mijn telefoon ergens neerzetten. Oh. En ik ga voorbij draven. Ho. Ho. Jumpy. Oké. Niet vallen. Gaat hij nou aan? Ik zie dat niet. Oké. Okay. Kom Blondie, we gaan even mijn telefoon ergens voor zetten. Ik heb zo sukkel. Ik zit er sowieso echt als een aardappelhoofd op. Oh, er komen ook andere ponies. Mensen zijn weer voorbij. Ja, we zijn volgens mij nieuw aangekomen. Oh, dit ding wappert helemaal. Nou, ik ben weer terug. Ze liep helemaal goed. Dus het zat gewoon in mijn hoofd. En ik ga nu mijn spullen opruimen en de poep die daar nog. De paardjes lekker op de wei. Goedemorgen. Het is woensdag, laatste dag van. Onze vakantieweekendje, half weekje weg. En ik ga een downrit maken in mijn eentje, in het donker. En ik heb nu al koud, dus ik ga even juist mijn vest aan. Hoi, Blondie. Ze kijkt ze lief. Maar ik ga poetsen, zadelen en dan het bos in. Kijk, het is nog very dark. Hier stond licht aan. Zoals jullie zien is het echt nog een beetje donker. Maar ja, zometeen komt de zon op en dan wordt het prachtig. Ik ga vandaag samen met Blondie op buitenrit. We gaan naar de heide toe en dat soort dingen. Dus ik gebruik de zomerbus vliegenspray van Oslo. Ik ben in mijn eentje, wat er nu is gebeurd. En dan
heb ik dus zeg maar niemand. Oké, kom maar. Ik voel me op wel een heel stuk veiliger dan daarnaast. Teugels op maat. En gaan. Kijk nou, Blondie, wat mooi. Kijk, daar is Radio Kootwijk volgens mij. Knap hè, Blondie? Ik bedoel, we gaan nu daarheen of daarheen? Oh, dit is mijn eerste reactie trouwens. Oh, ik had het volgens mij niet op beeld. Oh my god. Daar rende daar een zwijntje. Oh, ik heb precies... Oh, ik heb precies... Het ding is uit. En dan komt er... Oh, trouwens. Als jullie dachten, wat ben jij net aan het doen? Ik was een fotoshoot aan het houden met Blondie. Dit is zo leuk zo. Nou, picture... Maar ik was een fotoshoot aan het houden met Blondie. Ze luisterde keurig. Daar heb ik niks over te klagen. Want ja, ze deed gewoon. Ik ben ook langs Radio Kootwijk gekomen. Misschien dat je het daar nog ziet. Nee, het is zon. Nou, Radio Kootwijk zit daar. Ik moet zo filmen. Oh, dat licht is goed, jongens. Nou, Radio Kootwijk heb ik dus gezien. Daar ben ik voorbij gekomen en... Het was niet helemaal de bedoeling om daar langs te komen. Maar, oh, dat licht is zo goed. Maar het is toch gebeurd. Oeps. Nu ben ik de weg kwijt. Alweer. Ik ben bij Radio Kootwijk ergens naar rechts gegaan. En ik zit nu midden op de heide. En dan hoop ik dat ik op een gegeven moment nummertje 48 vind. En dat ik dan naar huis kan. Nou ja, ik wil eigenlijk ook nog naar de zandvlakte, maar het is al wat later. Ik moet ook nog ontbijten en zo. We gaan het maar wat slecht. Ik ben helemaal dood voor jou. Oké. Jeetje, ik heb echt meteen een hartaanval. Kijk, zo kan het licht goed op. Even op aankomen. Ja. Ik ben ergens naar rechts gegaan en ik hoop dat ik nu op de goede weg naar huis zit. Ja, en ik was aan het vertellen over die zandvlakte. Ik wou eigenlijk nog naar die zandvlakte gaan, maar ja, het is ook al laat en zo. Hoe laat is het eigenlijk? Het is, ik ben al 2 uur onderweg, het is 6 over 8. Wel hele mooie heide. Kijk, daar is het ook heel mooi, alleen die zon zit in de weg. Irritant. Je ziet mijn hoofd ook steeds niet. De maan is er ook nog. Wat is dit? Wacht, ga dat zien. Kijk daar. Ik zie het niet meer. Kijk daar. Waar is de maan? Dat past niet in mijn hoofd hoor. Oh, er zijn daar mensen. Hoi mensen. Ik was heel leuk aan het filmen. Het zijn een oude vrouw of een oude man op een fiets. Ik ga aan de rechterkant lopen. Lolly, andere kant. Zou dit boos worden omdat ik hier rijd? Nee toch? Kijk, hier is het ook heel mooi. Ik ken net ook een paar mooie foto's gemaakt. Ik wil weten wat dat witte ding is. Ik denk dat het zo lijkt op een golfkrachtje achter iets. Maar kijk, ik ben helemaal matchy met de heide. Ik heb paars. En de bloemetjes zijn paars. Oh. Daar heb ik gewoon over nagedacht. Ik had ook nog een paarse broek, maar die heb ik niet meegenomen. Want ik dacht, het is toch wel warm. Oké, we hebben hier een splitsing. Ga ik naar links of ga ik naar rechts? Ik vind dat we naar rechts gaan.
Ik ga echt naar de middle of nowhere toe. Ik heb geen idee waar ik ga belanden. Liep hier net zwijntjes en ik was net te laat. Oh my god. Ik heb een mini zwijntje gezien en een grote. Ik kan het weer inzoomen door zo'n hertje. Gaat ook niet verder. Ga lopen. Oké. Wat de tussenstand nu is. We hebben stress. Want ik moet zo snel mogelijk naar huis komen. Want we moeten zo weggaan. En dan moet alles leeg zijn. En ik heb in mijn zak. Hier ergens. Heb ik de sleutel van mijn kastje. En in mijn kastje staat alles. Oeps. En over een paar minuten is het ontbijt afgelopen. Dus we kunnen ook niet meer ontbijten. Ook helemaal top. Alleen maar omdat ik de weg ben kwijtgeraakt. Dus ik moet nu even draven, galopperen iets in die richting. Rechtuit, zo snel mogelijk daarheen. Naar de trailer, spullen inpakken en dan gaan we. Nou, dat is dus hoe de tussenstand nu is. Dus ik ga maar even snel opschieten. Ga uit. Zo, we zitten weer in de auto. En je bent moe, je viel in slaap bijna. Ja, ik zat in het ruithuisje en ik was mijn telefoon aan het opladen en ik viel steeds half in slaap. Toen ik Bob gaan scheppen, heeft mama de trailer aangekoppeld. We hebben de paardjes erin gezet. Ja, Veronica is nog steeds stokkreupel, dus dat gaat niet echt heel lekker. Ze heeft wel mee te kam, dus ik hoop dat ze weinig pijn heeft. Maar goed, ze wilde niet. Ze staat er wel op, maar ze loopt er niet goed op. Dus dat is een probleem. Maar goed, het is nu sinds maandag. Het is vandaag woensdag. Dus ze heeft nog een hele dag antibioticum. Of 2 dagen antibioticum. En anders moeten we even contact opnemen met de dierenarts. Of er niet iets anders aan de hand is. Ja. Heel vervelend, maar ik hoop dat we het op kunnen lossen. Ik hoop het ook. Ja. Hoe was je douwrit? Lang, echt heel lang. Maar ja, ik heb jullie er helemaal in meegenomen. En met mijn kaart en mijn GoPro en camera's wisselen. Ik heb mijn best gedaan. We hadden Jo Kootwijk gezien. Hertjes, zwijntjes, konijntjes. Leuk. Het zou niet verbaasd als ik hier heb gereden. Echt, ik ben overal en nergens geweest. Nu lekker naar huis. De paardjes hebben nog 4 uurtjes lekker op de wei kunnen staan. En ik denk dat jij je stoel achterover gaat zetten, want anders moet je hoofd zo doen. Het tweede steekstation, waar zijn de donuts? Nou, misschien moet je daar dan wel voor wakker blijven. Nou, in ieder geval... dit is echt zo waardeloos, jongens. Oké. Wij gaan naar huis toe. Paardjes uitladen, lekker op stal zetten en dan... zien we jullie. Nou, morgen zijn ze sowieso vrij en vrijdag naar de aquatrainer. Dus tot de volgende dag. Ja. Jouw achterbenen zijn zwaar. Goed zo! Nou, dat is alweer beter. Zo, dat gaat soepeltjes. Nou, hoef is wel warm. Hoef warm? Ja. Warmer dan de rest? Ja. Zo, dat ging heel soepel dan. Kijk hoe ze loopt. Misschien kan je nog even zeggen op de dag. Het is vandaag donderdag. Leuk dat je er nog steeds bent. Vrouw heeft natuurlijk nog steeds aan haar been. Ik vond hem wel minder dik dan de vorige keer, maar nog steeds wel dik. Optillen ging hartstikke soepel. Hoef was wel... Oh nee, ik valt wel mee. De rest hoeven zijn ook warm. Hoeven zijn niet warm. Dat dacht ik, maar dat is niet zo. Kom vooraan. We gaan walken. Kijken hoe je walkt. Ja, dat is nog niet dicht. Wel schoon, ja, dat is waar. Broodje gaat op de trilplaat. En daarna? Oh, en daarna ga ik samen naar de stad. Oh, hout.
heb mijn coronavaccin gehaald, dus ik heb nu een beetje spierpijn in mijn arm. Maar de paardjes, die staan erbij. Even update Vrona. Lopen maar een update Vrona. Vrona, haar been gaat steeds beter. Ze heeft vanmorgen een half uurtje op de trail laten staan en gezondheid. En dat werkt blijkbaar heel erg goed, dus daar zijn we helemaal blij mee. Ja. Geen doen. Geen doen. Staan nu lekker op de wei.